Gaan we door met basketbal. De finale van het nationale bekertoernooi. Die gaat dit jaar tussen Groningen en Leiden. Groningen is de koploper in de reguliere competitie en al zeker van de play-offs. En dat geldt ook voor Leiden. Dat staat zesde. Saillant detail, afgelopen donderdag won Groningen nog van Leiden. En Dick ook. 90-56 werd het. Groningen gaat dus als torenhoog favoriet de finale in. Joop van Nooy. De bekerfinale in Zwolle is nog geen 5 seconden oud of een kanon van confetti gaat af. Vanaf de kant waar het Leidse publiek zit, dat betekent minutenlang opruimen van de bende. Niet alleen de vloer, ook de baskets en vanaf het plafond hangt de confetti naar beneden. En als dan het laatste papiertje opgeruimd is, gaat de wedstrijd echt van start. Leiden, zorg en zekerheid in het wit. Bekerhouder en titelwinnaar tegen de nummer 1 van de ranglijst op dit moment, Gasterra Flames uit Groningen. En de rebound is voor Thomas Koenis van Groningen. Groningen, een bredere en sterkere ploeg op papier dan Leiden, want ze hebben de beide versterkingen uit Leiden gehaald. Ros Bekkering en Arvin Slachter. En dat is te merken aan het sterke spel van de ploeg. Jason Dorisso zorgt voor een voorsprong voor Groningen met een prachtige afstandsknaller. Volgende aanval is weer van de noordelijke formatie van Ivica Skelin, de Kroatische coach. De bal gaat terug en daar is weer de positie voor Jason Dorisso, nu met een drive. En zo is de beste start voor Groningen. Dan loopt de ploeg ver weg. Leiden moet dan wat vinden om terug te komen. Het heeft nu de beschikking over deze Amerikaan, de Juan Wright. En met een driepunter zet hij Leiden weer op het goede spoor. Aanval van Groningen met het schot uit de hoek. Wordt een rebound, een aanvalsrebound voor Thomas Koenis. Die probeert dan het hoekshotje. Bal voor Leiden. Dat dus knokt om terug te komen aan het einde van het eerste kwart. De Jong op Holcomb Vee. En natuurlijk, deze man is in vorm, de Juan Wright. Meteen een volgende driepunter en hij zet de ploegen naast elkaar. 19-19 in het overvolle sportcentrum in Zwolle. Wedstrijd dus op neutraal terrein. En een prachtige score van natuurlijk de Juan Wright. Leiden nu op voorsprong. Maar de Groningers komen met de specialiteit van Arvin Slachter, de driepunter. In de competitie leidt hij het klassement met een gemiddelde van meer dan 50%. Dus de beste driepunter van Nederland. Maar deze dan, van Cashmere Wright. Na een periode van veel vrije worpen waarin Groningen weer kon uitlopen, komt hij met deze driepunter. Het verklaart het verschil in de score. En dan verspeelt Leiden ook nog eens deze bal. Dorisso. Omhoog. En hij zorgt voor een steeds grotere marge. De Groningers lopen zelfs uit naar een verschil van 20 punten. Aan het einde van het vierde kwart weten sommige Leidse schutters ineens het net wel te vinden. Wordy de Jong komt langs vliegen voor een tip-in. En Leiden komt terug, ook vanaf de vrije worplijn. Holcomb Vee. Geloven ze er dan nog in bij Leiden? Als de aanval raak gaat en het wordt een driepunter, dan wordt het nog zinderend spannend. Maar dat gaat niet door. De bal is en blijft voor Groningen dat er nog eens uit kan breken en de wedstrijd beslissen. Quinton Pryor scoort. En het Groningse gejuich en getrommel kan een aanvang nemen. Deze bal doet hem niet meer toe, want de wedstrijd gaat gewonnen worden door Groningen. Het wordt 79-71. Een prima wedstrijd van de Groningse ranglijstaanvoerders die dus de beker binnenhalen onder leiding van Cashmere Wright met 19 punten. En dat leidt tot dit triomfantelijke gebaar bij Jason Dorisso en zijn medespelers. Groningen wint de basketbalbeker van 2014. Hij heeft zijn eerste prijs binnen. Zometeen nog meer basketbal. Top basketbal uit de NBA, uit de Verenigde Staten. De Los Angeles Clippers tegen de Houston Rockets. Kaboom. Dat dus zometeen. Nu eerst, ja, mooi. Nu eerst door met de hockey.